Op 12 juli 2001 moesten de ganzen van het kant-en-klaarpad in Schothorst verhuizen. Omdat de dieren soms agressief waren en de gemeente Amersfoort bang was voor schadeclaims, besloot men de dieren over te brengen naar een hobbyboer aan de Hogeweg. Buurtbewoners waren niet blij met de voorgenomen verhuizing van hun ganzen. Het is een stukje wat bij de wijk hoort eigenlijk. Mijn kinderen zijn ermee opgegroeid en ze weten niet beter alsof die ganzen hier zijn. En we genieten ervan. Ik bedoel, de Trefors heeft laatst mooie foto's en kaarten verstuurd waar de ganzen ook op stonden. Nou, dat zegt toch genoeg dat dat ook hier een beetje bij die buurt hoort. Ook in 1997 zorgden ganzen voor verdeeldheid. Aan de Eemzijde hield Van Oostrum talloze dieren, waaronder ganzen, maar die moesten weg. Een beetje onzin. Het is geen doorgaande weg als de beesten hier lopen en niemand heeft er last van. De mensen in de buurt vinden het zelf ook leuk. En het is leuk voor de mensen die met de boten varen om te kijken. Nooit klachten gekregen? Nee, nog nooit. Nee. Dus. Hoe komt het dan dat de milieupolitie zegt we doen dit in opdracht van buurtbewoners die bij ons klachten hebben geleverd? Ja, dat begrijp ik ook niet. Ik weet niet waar die mannen vandaan halen. Dus het is gewoon grote onzin verder. De buurt staat er verder achter de dieren. En als er klachten zijn, dan komen de mensen gewoon persoonlijk bij mij naar de deur. Ik heb daar nooit geen probleem mee gehad. Dus ik heb er ook helemaal niet tegen geageerd. Net zoals ik zeg, ik heb daar dus geen probleem mee. Maar ik heb er wel begrip voor dat er mensen zijn die zeggen, nou, ik ben er niet zo blij mee als naast de buren om zo'n dieren daarnaast te hebben. Ik vind het niet erg hoor. Ze zijn er gelukkig mee en ze zoeken het maar uit. Ja. De milieupolitie wilde de ganzen weg hebben in verband met de vogelpoep en klachten uit de buurt. Maar veel wijkbewoners hadden juist weinig begrip voor de actie van de milieupolitie.